Weet je, ik ben echt gek op sportvrouwen. Vrouwen die zich helemaal in het zweet werken. Prachtig. Er is er eentje en daar ben ik stiekem wel een beetje verliefd op. Ja, ik weet wie je bedoelt. Dat is de sportvrouw die ik persoonlijk ook het meest bewonder in Nederland. Daphne Schippers. Ja. Maar ze heeft het druk, hè. Zo, hou op. Sporten, trainen. Daar gaan een hoop vrije tijd in zitten. Ja, maar ook alles eromheen, hè. Al die media-optredens, dat reizen, de relaties. Ze heeft nu ook weer een kookboek geschreven. Druk. Erg druk. Maar vandaag ben ik ontzettend blij dat we het toch nog heel eventjes in het echt mogen zien. Ja? Mm. Daphne Schippers, wij zijn ontzettend blij dat we hier even met jou opstaan. Want jij hebt zo'n overvolle agenda, is het niet? Ja, wij lazen laatst dat jij zelfs op een gegeven moment dicht tegen een burn-out aan zat. Hè? Je zat hele dagen voor jezelf uit te kijken. Hè? Gewoon uit het raam. Een beetje te staren van waar moet ik naartoe. En, ik kan me dat ook goed voorstellen, want er is natuurlijk zoveel op jou afgekomen het afgelopen jaar. Die stapels media-aandacht, die druk die altijd op jou is gelegd. En ik moet je eerlijk bekennen, wij hebben er ook aan meegedaan. Zo, wij liepen in Rio de Janeiro met een uitgekniepte Daphne Schippers. Ik schaam me daar gewoon een beetje voor, weet je. Dat was toch ontzettend potsierlijk. Wij liepen met een pop met totaal onbekende Brazilianen te vragen. Weet u wie dit is? Schippers. Olé, 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 olé. Daphne, Daphne. Ik schaam me ervoor dat we dat gedaan hebben. Dat meen ik echt, dat we alleen maar die druk op jou duwden. Ja. Maar eerlijk is eerlijk. Je was ook wel wereldkampioen geworden. Ja, je had er ook wel een klein beetje naar gemaakt. Hè? Ja, en dat was trouwens nog niet alles. Want we hebben ook nog allemaal bekende sporters tegen jou laten lopen. Ja, dat hoeft hier dan niet zelf te doen. Oh, verschrikkelijk. Maar ja, dan moest jij commentaar geven bij Rico Verhoeven. Een kickbokser die de 100 meter ging lopen. Als je zo groot bent en zo zwaar bent, dan als je eenmaal het gewicht mee hebt, dan ga je wel. En waarom hebben wij jou dat ook aangedaan? Maar je had die druk zelf ook opgevoerd, want jij was wereldkampioen geworden. Op die 200 meter. In één keer deden we mee, dankzij jou, Daphne Schippers uit Utrecht. Schippers nu op het laatste stuk. En in de baan naast haar alleen Thompson. Alleen Thompson op de laatste meter van Schippers. Thompson op Schippers. Het is, ja, 21-63. Wat een schitterend resultaat. Gewoon al die tijd in de atletiek hebben we niks bereikt. Fanny Blankenskoek was de laatste op atletiekgebied die nog iets voor elkaar had. En daarom is daar ineens Daphne Schippers. Vind je het gek dat iedereen achter je aanloopt? En toen, Rio. Is aardig weg, maar moet dan nu komen met die lange krachtige passen. Goed, is daar alleen Thompson, Gillian Fraser. Schippers, komt tekort. En toen gaf je een interview na afloop, een beetje zagrijnig interview. Dat vonden wij fantastisch! Fantastisch vonden wij dat! Nee, kijken wij dat wel een keer terug. Ter inspiratie! Echt. En een interview van jou, nou, op die 200, toen je tweede was geworden, daar baalde je van. Dat vonden wij geweldig! Ja. Zo zouden sportmensen altijd moeten reageren. En nu is er een nieuw seizoen aangebroken. Nieuw seizoen, nieuwe trainer. Brandon Ryder, dat is een groot hoor. Die heeft bijvoorbeeld Christian Taylor, Stringman. Gouden medaille opgeleverd, ja, 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 die is met Daphne aan de weer. Daphne moet anders eten, die eet vlees, 's ochtends vroeg, andere manier van trainen. Die heeft een heel boek over geschreven over eten. Precies, dus ik heb er echt heel veel vertrouwen in, maar het wordt moeilijk. Het wordt een titane strijd tegen tussen Elaine Thompson. Elaine Thompson, als je haar ziet, jullie groeten elkaar niet eens. Nee. Is dat iets van vrouwen onder elkaar of zo? Ik had het idee dat aan de afloop, dan zien jullie altijd zo knuffelen. Ik denk dat zijn dikke vriendinnen. Dat is allemaal weer. Ongelooflijk. Zeg. Maar ja, goed, nu moet het gaan beginnen. Ja. En nu moet jij je helemaal klaar gaan maken. 11 augustus. Echt heel veel vertrouwen in. Maar het is wel goed dat je even rust pakt. Wij gunnen jou ook gewoon een dagje dat je denkt even niks. Even niks. Ja. Dankjewel. Top. Was dit een prettig interview? Ik vond het wel. Ja, dat kan wel voor.